Kai Sierhuis, 23 jaar oud, spits. Ik ben vanaf mijn vijfde ongeveer begonnen met voetballen bij WSV 30 in Wormer. Daar heb ik tot mijn tiende gevoetbald en toen ben ik naar Ajax gegaan. 10 jaar bij Ajax gezeten, nou ja, 8 jaar jeugdopleiding en daarna jong Ajax, Ajax 1. En toen 3 wedstrijden in Ajax 1 gespeeld en vanaf daar naar Groningen gegaan op huurbasis. 1 jaar op huurbasis bij Groningen gespeeld. En toen verkocht door Ajax aan Stade Reims in Frankrijk. En we hebben met de club gesproken, de trainer gesproken, om te kijken wat het plan zou gaan zijn voor dit seizoen. En daaruit bleek dat ik zeker van waarde kon gaan zijn, maar dat het niet altijd vanaf de basis zou gaan zijn. En dat is wel iets wat ik heb uitgesproken, dat ik dit seizoen weer vol seizoen eigenlijk zoveel mogelijk in de basis wil gaan starten. Want dat is iets wat ik vorig seizoen wat heb gemist. En ja, ik geloof erin dat je moet spelen en wedstrijden aan elkaar moet rijgen om beter te worden. En om te groeien als speler. En ik denk dat dat een mooie kans is om hier te gaan doen. En ja, binnen Nederland heb ik het beste gevoel gekregen bij Heracles. Het is een ploeg die een speelwijze heeft die mij schikt, denk ik. 4-3-3 met buitenspelers, met een 10 om de spits heen. Met aanvallend attractief voetbal. Met veel intensiteit, met het publiek erbij. Met in het druk zetten en in het verdedigen. Ja, dat zijn denk ik veel vlakken die mij ook persoonlijk als speler raken. En ik denk dat het op die manier een goede match kan zijn. Dus ja, op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen. Kijk, ik denk sowieso dat we als team als doelstelling moeten hebben dat we gewoon voor de play-offs voor Europees voetbal gaan vechten. Ik denk dat dat haalbaar is. Ik denk dat kan. Een top 8 klassering. Ja, en daar hoop ik mijn bijdrage aan te leveren. In doelpunten, assists, maar ook in het veldspel. Ik hoop dat ik met mijn kwaliteiten de ploeg beter kan laten voetballen. Dat we aanvallend, maar ook verdedigend stappen kunnen maken. Nou, ik kijk het meeste naar uit om hier te gaan spelen in het stadion. Met supporters erbij, mooie affiches te spelen. En successen te kunnen behalen en dan dat te kunnen vieren hier. Dat is uiteindelijk het mooiste van het voetbal.